Je wil je ontwerp printen. Daarvoor hebben we nodig het programma Flashprint. Dat zie je hier nu voor staan. Kun je gewoon in het menu terugvinden. Flashprint zorgt ervoor dat je ontwerp in plakjes wordt opgedeeld voor de 3D printer. Wat gaan we doen? We gaan eerst het object laden bij de load hier. En ik vind hier mijn file terug. Die klikken we aan. We openen hem. Repair model. Dat mag altijd. Oké. En dan zie je hier je modelletje staan. Heel klein. Dat is niet erg. Je selecteert hem. Want dan gaan we nu naar scale. Deze. En hier kunnen we namelijk de model weer groter maken. Je model, je sleutellange, wordt ongeveer 40 mm. Dus tikken in 40 mm. Hij heeft toch alle schalen X, Y en Z aan elkaar gekoppeld. Dus druk je op Enter. Dan gaat alles mee op schaal groter. Dus je ziet je modelletje nu staan. Wat we nu gaan doen is twee kleurtjes eigenlijk aanbrengen. We gaan hem eigenlijk in twee stukken verdelen. Dat doe je met de cut. Je zoomt even op je modelletje in. En op dat moment gaan we hier zeggen dat we dus in deze richting willen. In de verticale richting willen gaan splitsen. Want wat willen wij? We willen namelijk dat fietsje apart hebben van de ondergrond. Nou, dan kan je hiermee omhoog lopen. Nou, dat zie je al wat er gaat gebeuren. Maar je kan hem ook beetpakken en een beetje omhoog en omlaag trekken. Nou, dan zet ik hem zo neer. Nou is hij mooi. Nee, hij is niet helemaal mooi, kijk maar, want er zit een lijntje in. Dus hij moet er ietsje hoger. En dan zit de lijn er niet meer in. Nu is hij mooi gesplitst. Deze moet je even aanvinken. En dan zeg je start cut. Nou, hij heeft hem nu gesplitst in twee stukken. Daarna gaan we naar de extruder. En de extruder, dat zijn de twee printkoppen. En die twee printkoppen, die gaan we nu selecteren. Wij willen namelijk dat deze, het fietsje, dat die apart, dat die wit wordt. En dat het onderste deel, dat het blauw wordt. Nou, bij ons zit wit in de linker extruder. Dus die hebben we aangevinkt. En dan drukken we daarop. Je ziet, je fiets verandert nu van kleur. Dat is nou, kijk, die kleur. Hij is niet wit, maar het programma weet dat nu wel. De andere, die klikken we nu aan. Die gaan we die kleur geven. Oftewel de rechter extruder. Die wordt op dat moment, in ons geval, blauw. Hebben we dat klaar? Dan zijn je onderdelen klaar. En dan kun je dus naar print gaan. Dan krijg je een menu voor je neus. Nou, dat hebben we alvast voorgemaakt. Dus hier kan je gewoon op OK drukken. Dan vraagt hij of er een wall bijgezet moet worden. Dan moet je ja zeggen. En dan nog een raft of een brim. En dan moet je de raft kiezen. De raft is namelijk wat er aan de onderkant zit. Die zeg je dan, nou, daar zegt hij van waar moet ik hem opslaan. En dan moet je even heel goed kijken dat je hem opslaat op het stikje wat naar de 3D printer kan. Dus die moet je even opzoeken. Nou, in mijn geval blijft hij in hetzelfde mapje staan. Dus dan zeg ik opslaan. Nou heeft hij alles gedaan. Je ziet hier onder in beeld dat hij wat ging doen. En je ziet dat er dus een wall is ontstaan, een muur. Er is een onderplaatje gemaakt, de raft. En dit heeft hij nodig om je print mooi te printen. Nou, je kunt hier ook zien hoe lang het gaat duren. Het gaat een dik kwartier duren. Hij heeft zoveel meter van het materiaal nodig. Nou, dat is allemaal niet zo interessant. Met dit stikje ga je naar de 3D printer en daar gaat de volgende stap weer beginnen.